testen vandaag verschillend materiaal en fietsposities van Laressa en Kim op de tandem. Wat wij meten is de CDA-waarde en dat is het frontaal oppervlak en hoe makkelijk de lucht hun twee weer loslaat. Op basis daarvan zien we eigenlijk hoe aerodynamisch ze zijn. Ik ben Larissa en mijn piloot is Kim en wij zijn samen Tandem Team Texel. Ja, en wij zijn keihard op weg naar de Spelen in 2016. Ja, en dan gaat het natuurlijk ook om de laatste seconden en om de laatste procenten. Dus niet alleen zelf goed zijn, maar ook het materiaal moet goed zijn. Eigenlijk alles moet goed zijn. Larissa en ik die trainen nu ruim een jaar met elkaar. En zoals de weg naar Londen is gegaan, heb ik veel van geleerd. Vandaar dat we vandaag ook hier zijn. Aerodynamica is iets waar we toen misschien wat op hebben laten liggen. En vandaar testen op sloten is wel het allermooiste wat je nu weer als stapje naar een Nederlandse titel, een WK-titel of misschien wel goud in Rio kan brengen. Ja. Wat we gemeten hebben is de oorspronkelijke positie met de oorspronkelijke fiets en kleding. En vervolgens zijn we naar een iets andere positie gegaan en ook andere tijdrit pakken. En we zijn vooral in de positie hebben we echt een enorme stap gemaakt. Orde van grootte van ongeveer 10-15% maar liefst. Nou, de test is eigenlijk verbluffend geweest voor mijn idee. Als je nu met een paar wijzigingen zeg maar nog 14% resultaat kan boeken in wattage ten opzichte van waar we begonnen naar stap 1, dat had ik ook niet kunnen denken. Het enige wat we nou gewoon echt nog heel hard missen, dat is een busje om het te vervoeren. Om ons echt te professionaliseren en om daar niet de problemen van te ondervinden, dat we elke keer apart het vervoer moeten regelen, zouden we echt een busje keihard nodig hebben richting Rio.